Je favoriete film of serie kijken via Netflix, muziek luisteren via Spotify of eenvoudig je rekeningen betalen via internetbankieren. We gebruiken deze diensten bijna allemaal. Maar wat we ons vaak niet realiseren, is dat het merendeel van deze software draait op open source componenten. Omdat de rol van software in deze maatschappij steeds groter wordt, krijgt software ook een steeds meer publiek karakter. En dus is het belangrijk dat overheidssoftware op een zo open, efficiënt en controleerbare manier wordt ontwikkeld. Goedemorgen Matthijs. Hallo, goedemorgen. Ben je thuis in Amersfoort? Ja, welkom. Dankjewel. Zou je me eens willen vertellen, wat is dat precies, open source? Ja, um, open source in de context van software betekent dat ik jou niet alleen maar de applicatie geef die je kan installeren op je telefoon of op je computer. Maar uh, ook de broncode geven waarmee die applicatie gemaakt is. Dus dat betekent dat jij ook kan zien hoe die applicatie daadwerkelijk van binnenuit werkt. Um, en dat is het heel bazaal, het principe van de open source. Jij hebt meegewerkt aan de Coronamelder-app. Wil je me eens vertellen waarom dat nou zo'n goed voorbeeld van open source is? Ja, heel bazaal natuurlijk omdat we de broncode van die uh, app uh, online gezet hebben. Dus iedereen uh, kan die broncode bekijken. Maar ik denk ook dat uh, we niet alleen dat gedaan hebben. Uh, maar we hebben ook tijdens het ontwikkelen van de app. Dus al vanaf versie 0.1. Uh, zijn we dat gaan doen. Uh, dus ook developers buiten het team. wat de app daadwerkelijk aan het ontwikkelen wa uh, was. konden van buiten al meekijken. welke keuzes er gemaakt werden. en hoe die app in elkaar zal steken. Uh, en een ander bijzonder ding. is dat we uh, niet alleen de broncode. online gezet hebben. Uh, maar ook het uh, ontwerp van de app. Dus welke teksten gebruiken we, welke plaatjes. Uh, dat is ook al vanaf het begin af aan allemaal open en transparant gedeeld. Uh, ik was daar zelf uh, mede verantwoordelijk voor. Dus uh, daar weet ik ook best wel veel van. En het bijzondere was dus dat we de allereerste ontwerpen hebben we online gezet. Dus de 0.1 versie. En we kregen ook dus vanuit de community van uh, ontwerpers... kregen we heel veel feedback over hoe het beter kon. En ze begonnen ook vragen te stellen: van ja, hoe, hoe hebben jullie dit getest dan? Hoe zitten jullie gebruikerstesten in elkaar? En uh, ja, zo kwam er een hele interessante dialoog eigenlijk met een hele brede groep developers en uh, ontwerpers op gang rondom die, uh, rondom die app. En hoe was dat dan om op zo'n manier te werken? Als je zag hoe het op Twitter tekeer ging over uh, onder bijvoorbeeld uh, comments van Hugo de Jonge, dan dacht je echt: oh, we zijn helemaal gek geworden dat we dit open en transparant gaan doen. Maar het interessante was juist dat, uh, omdat we uh, in contact waren met een community van uh, mensen die zelf ontwerper zijn of zelf developers waren, die vonden het belangrijk om gewoon goed en gedegen feedback te geven. Want dat is ook een beetje hun visitekaartje die ze aan ons afgaven van, hé, hey, ik weet ook echt wel iets van ontwerp af. Dus die feedback die was heel erg, echt heel erg goed die we kregen. En dat was totaal anders dan wat je normaal gesproken op het internet ziet als een, een bewindspersoon een tweet online zet. Dus uh, ja, ik vond het begin heel spannend, maar later begon ik echt zoiets van. Nou, meer, ik wil nog meer feedback. Dat was hartstikke leuk. Edo, hoi. Hoi. Jij werkt voor de digitale overheid op het gebied van open source. Jij bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Coronamelder app. Wat kunnen andere overheden daarvan leren? Ik denk dat de, de coronamelder-app, dat ging heel erg over transparantie. Hè? Dus we zijn eigenlijk veel verder gegaan dan alleen maar het publiceren van, uh, van de broncode ergens. Hè? Want dan, ja, wat, wat dan, dan gebeurt er niet per se iets uh, als je dat doet. Uh, we hebben ook heel erg gekeken naar van oké, okay, wat zijn de redenen erachter? Wat zijn de ontwerpoverwegingen? Hoe zijn we omgegaan met privacy, et cetera, et cetera. En ik denk zo'n open manier van werken, waarbij je dus eigenlijk ook gewoon de dingen die je nog niet weet, hè, je kwetsbaar op durft te, te stellen. Ja, dat is iets wat elke, elke overheid, bij wijze van spreken, morgen al mee zou kunnen beginnen. Uh, en ik denk dat een goed voorbeeld uh, daarvan is Ron Roosendaal, de CIO van, uh, van VWS. Uh, die ook heel uh, actief steeds op LinkedIn bijvoorbeeld uh, de gesprekken aangaat met, uh, over vragen die ze nog uh, hebben en waar ze nog niet uit, uh, over uit zijn. Zo, hallo Ron. Vertel eens, hoe maak jij nu al zelf gebruik van open source componenten? Nou, heel Nederland heeft gemerkt en weet dat we midden in een pandemie zitten. Nu al bijna twee jaar. En die pandemie, daar dragen we ook ons steentje aan bij in de digitale zin. Dus het bestrijden van die pandemie, daar worden ook allerlei digitale hulpmiddelen bij gebruikt. Dat begon met coronamelder, maar iedereen kent bijvoorbeeld ook coronacheck. En als je wilt dat je vertrouwd wordt als overheid in wat je doet, dan doe je dat in alle openbaarheid. Dus alles wat we. We discussiëren, kun je vinden op Code4NL, een grote gemeenschap van open-source meedenkers. Alles wat we bedenken aan designs kun je vinden op Figma, de wereldwijde website voor designers. Dus wat we doen is alles in alle openbaarheid, in alle transparantie. En dat betekent dus ook dat de broncode van CoronaCheck en CoronaMelder en alle andere dingen die we doen... dat die staat op de GitHub-site van het ministerie van VWS... We gaan zelfs zo ver dat onze minister, de minister van Volksgezondheid van Nederland, de eerste minister wereldwijd was die een GitHub-commit deed.